kijk, zij hebben het nu over die mensen. Hè. Pak dat aan. Dat is hetzelfde als Johan aangeeft. Ze moeten kiezen voor Nederland of Marokko. Ja, Nederland. Ze moeten voor Nederland kiezen, want ze moeten ons dankbaar zijn. Die kan ik, daarom zit ik hier. Die wil heel graag, leg me die uit, dat ik jullie dankbaar moet zijn. Ik ben hier geboren. Ik kan je niet dankbaar zijn omdat ik minder belasting betaal. Want ik betaal net zoveel belasting als bij jou. Mijn vader die heeft zich 50 jaar kapot gewerkt. Dat is helemaal naar de kloten. Ik ben hier geboren, getogen. Helemaal Nederlands. Maar ik moet dan jullie dankbaar zijn als ik voor een ander land uitkom. Nou, ik vind dankbaar niet het juiste woord. Maar dat is wel wat jij zegt. En dat is heel vaak nee, wat je dingen... Jij weet precies wat ik zeg, maar ik ben zelf ook niet helemaal op je zoals, je bent eigenlijk als het weer af en toe, Johan, als ik naar je kijk. Want de ene keer roep je dat over een speler en twee maanden later dan hoor ik iets heel anders over. Ja, maar dat heb je met wedstrijden. De ene keer speelt hij goed en de andere keer speelt hij niet goed. Maar dat zoals. Tuurlijk kan dat. Maar het is heel vaak tot aan het kwetsen toe. Als ik je af en toe hoor praten, en het is niet persoonlijk, hè, dat geldt niet alleen voor jou, heel veel analisten, dan hoor ik ze praten en denk ik af en toe, nou, het lijkt wel alsof dat gewoon Pelé is geweest of zo. Je kan spelers op het voetbal, kan je, hebben ze mindere wedstrijd gespeeld. Ja. Af en toe hoor ik, die kan geen bal overspelen. Die kan helemaal niks. Je bent als analist op maandag hier beter om te praten over die zaterdag en die zondag. En ja, ook ik weet dat er weer een zaterdag en een zondag komt en daarna weer een zaterdag en een zondag. Mm-hmm. Maar daar weet ik niks van. En die andere zaterdag en zondag ben ik ook vergeten. Dat is wel het makkelijkste, hè? Mm-hmm. Om het zo te doen. Ja. Nee, dus als Sia geen knikker raakt, dan raakt Sia geen knikker tegen Fortuna Sittard. En een week later kan het later zijn. Snap je wat ik bedoel? Ik kan niet in de toekomst kijken. Maar dat is heel anders dan spelers. Nee, maar ik wil jou even antwoord geven. Je hoeft niet helemaal zo te wijzen. Ik mag niks meer zeggen. Ik mag niet meer wijzen. Je zit nu helemaal zo. Zit een beetje. Dat is bij mij ook altijd. Dan moet je niet te veel aan. Nee, dat zit een beetje in de mimiek. Ja, zoals Akwasi geobsedeerd is door Zwarte Piet, heeft Dries dat met alles wat er over Marokkaanse mensen gezegd wordt. Je begrijpt toch wel dat hij daar een bepaald gevoel bij heeft? Nee, ik vroeg jou gewoon heel vraag. Nou, ik zou het je uitleggen. Waarom moet ik dankbaar zijn? Ik heb niet gezegd dankbaar. Ik heb gezegd, ze hebben een morele verplichting. Waarom heb ik een morele verplichting? Ik heb het niet over jou. Ik heb het over die jonge spelers. Marokkaanse spelers. Waarom hebben ze een morele verplichting? Ik vind, de Marokkaanse mensen, die zijn naar Nederland gekomen omdat ze hier een beter leven hadden wat Marokko ze niet kon bieden. Ja. En dat geldt ook veel voor Turkse gastarbeiders die hier gekomen zijn. Misschien zijn ze hier gekomen om het land op te bouwen, want je verdraait het nu al. Ze zijn hier naartoe gehaald om het land op te bouwen. Mag ik het even uitleggen of ga jij het vertellen? Nee, zeker. Maar ik corrigeer waar ik denk van dat het nodig is om te corrigeren. Laten we nou even elkaar uitpraten, want anders komen we er nooit, denk ik, vanavond. En ik vind als een jongen hier zijn school gemaakt heeft, de amateurclubs die hebben geïnvesteerd in zijn jongen. Die jongen heeft zijn hele voetbalcarrière aan het Nederlandse voetbal te danken. Ja. En als hij dan op een leeftijd is dat hij international kan worden, dan kiest hij voor Turkije, Marokko of welk land dan ook. Omdat dat in de familiesferen misschien ook wel een beetje van hem geëist wordt. Dat weet je nooit hoe die verhoudingen liggen. Dan denk ik, hij heeft een morele verplichting ten opzichte van Nederland. Nederland, het Nederlandse voetbal, de clubs hebben hem opgeleid. En dan zou hij ook voor Nederland uit moeten komen. Jullie roepen altijd, we hebben een Nederlands paspoort. Ja. Nou ja, laat dat zien. Je woont in Nederland, je profiteert mee van alle sociale voorzieningen in Nederland. En dan denk ik, kies dan ook voor Nederland. Okay. Dat is het enige wat ik, dat is mijn mening. Dat is jouw mening. Ik hoop dat dat mag. Je mag altijd jouw mening geven. Maar omdat wij hier dus als Nederlanders hier geboren zijn en hier een opleiding, dan heb ik een morele verplichting richting Nederland. Dat vind ik. En daar mag jij anders over denken. Daar mag ik zeker anders over nadenken. Prima. Want ik vind dan, als ik zo, net zoals jou, ik vind dan dat Guus Hiddink en Ronald Koeman en alle Nederlandse trainers in het buitenland een morele verplichting hebben om niet in het buitenland te gaan werken. Nee, maar dat is net zo dom en krom. Ze hebben in Nederland een opleiding gehad. Ze hebben hier alle opleidingen. Die trainers kunnen toch niet in Nederland werken? Die kunnen toch niet allemaal in Nederland werken? Verder ook al die spelers, of het dan Marokkaanse spelers. Ze hebben toch een vrije keuze gaan om hier in Nederland gaan toch ook in het buitenland voetballen, Dries? Ze hebben toch een keuze om in het buitenland te gaan werken? Je kan ook in Nederland blijven werken, maar je hebt een keuze om in het buitenland. Daar wordt er niks over gezegd. Ja, maar het is anders dan voor een nationaal elftal. Ik vind echt dat je nek zit te lullen. Ja, dat mag jij vinden. Het ging over wat ik gezegd heb. Die morele verplichting van spelers die nu voor Turkije of Marokko kiezen en niet voor Nederland. Ja, maar dat is alleen maar wanneer het Nederland uitkomt. Wanneer het Nederland, als het dus Ziyech, het komt Nederland uit omdat Ziyech een topspeler is. Tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Nou, dus dat is toch een hypocriet. Waarom hoor ik je niet praten over speler van ADO Den Haag die voor Nigeria kiest? Nou, ik vind als Nederland geen gebruik. Of Cameroen of als Nederland geen gebruik. Daar hebben we niks aan.
hebben we niks aan als Nederland. Daar ik hoor mag je niet wezen, maar jij mag wel steeds door mij heen lullen. Sowieso. Ja. Ja. Nee, maar daar hebben we niks aan. Het is zo, als Nederland geen gebruik van je maakt als speler, dan vind ik het heel logisch dat je dan voor het alternatieve land waar je vooruit kunt komen kiest. Maar die hoeft dus niet dankbaar te zijn. Die betaalt zijn belasting niet en die heeft hier zijn opleiding genoten. Het geldt voor alle spelers. Dries, ik vind dit eigenlijk een zinloze. Ik zit met een in zichzelf gekeerde eigenwijze Marokkaan te lullen. Wat is dit nou weer voor? Dat hoeft toch niet? Nee, dat mag. Laat dat nou. Nee, maar laat dat nou. Jeetje, jongens, jongens. Ja. Dat is echt niet nodig, dit. Je verschilt van mening, klaar. Dat is nou eenmaal zo. Verder is het niet zo. We hebben een app!